werk sinds maart hier in de praktijk bij Fysiotherapie aan mijn hoek. En ik ben in 2014 afgestudeerd als fysiotherapeut. En ik doe op dit moment dus de master psychosomatiek. Die doe ik in Utrecht, aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb dus nu 5 jaar werkervaring. Ik heb hiervoor gewerkt in de praktijk in Achterhoek. Werk ik ook nog steeds 1 dag in de week. En ik doe op dit moment een opleiding in de psychosomatische fysiotherapie. En het is ook de bedoeling dat ik dat hier ook ga voortzetten en ga opbouwen. Psychosomatisch fysiotherapeut is er eigenlijk in gespecialiseerd om ook naar de psychologische en de sociale factoren te kijken van een lichamelijke klacht. Zodat we ook daaruit een goede behandeling kunnen geven, zodat mensen van hun klachten afkomen. Ik heb zelf ook een cursus gevolgd in de lymfudeem. Dus ik kan lymfudeem behandelen en dat wordt gedaan door manuele lymfdrainage. Ik heb ook nog verschillende cursussen in rugklachten gevolgd. Zodat ik ook de rugklachten wat beter kan behandelen. En ik probeer altijd de mens te helpen in plaats van alleen de klacht waarom het om gaat. En zo hoop ik ook dat mensen maar een paar behandelingen bij mij nodig hebben. En dat ze daar nou ook eigenlijk niet weer hoeven te komen natuurlijk. Mijn ervaring is eigenlijk dat als je mensen goed instrueert en eigenlijk goed voorlichting geeft over hun klachten, dan zijn ze er eigenlijk heel blij mee dat ze maar een paar behandelingen nodig hebben. En dat is voor mij wat ik ook heel veel gebruik in de behandeling, want ik wil graag mensen wat vertellen over hun klachten. Ik wil graag dat ze goed begrijpen waar het vandaan komt, zodat ze ook zelf weten wat ze eraan kunnen doen. En ook eigenlijk zo hun zelfredzaamheid, dus eigenlijk wat ze zelf kunnen doen aan de klachten, dat omhoog gaat. Mijn ervaring hier in de wijk is dat het een heel gemilieerde wijk is. Dus er wonen hier heel veel verschillende soorten mensen, wat ik ook erg leuk vind. Je komt hier van alles tegen. En ik vind dat de mensen hier goed openstaan ook voor de fysiotherapie. Ze komen eigenlijk allemaal met de inzet om beter te worden. Ze willen heel graag van hun klachten af, begrijpelijk natuurlijk. En daarin probeer ik ze voorlichting te geven hoe ze dat kunnen doen. En ik merk dat ze ook heel graag zelf daar wat aan willen doen. Dus we hebben hier ook een mooie trainingszaal waar ze ook aan hun klachten kunnen werken. Dat maakt ook dat we de trainingen goed variabel kunnen maken. Maar ook dat we verschillende materialen in kunnen zetten, waardoor mensen echt op de lange termijn ook van hun klachten afkomen. Dus niet alleen kortstondig, maar ook voor jaren daarna hopelijk van hun klachten af kunnen komen. De sfeer in de praktijk is zeer belangrijk, ook voor de behandeling alleen al. En je merkt dat als mensen in de wachtkamer plaats kunnen nemen, ze kunnen koffie pakken, water of thee. En je merkt ook altijd dat mensen met elkaar in gesprek zijn over de alledaagse dingen, maar ook soms over hun klachten en wat dat ook met ze doet. En dat is ook erg belangrijk in de behandeling. Ik vind het altijd belangrijk om een goede vertrouwensband met patiënten te hebben. Ik hoop dat mensen hier naartoe komen met het idee dat ze van hun klachten af kunnen komen. En ik hoop dat we daar samen voor kunnen zorgen. En ik zie de kennismaking met de Helmenhoek, met de mensen uit de wijk Helmenhoek, zeker tegemoet. En ik hoop dat we ze verder kunnen helpen met hun lichamelijke klachten.